Yo, Brock, we zijn er weer, jongen. We zijn er weer. What up, YouTube? Super tof dat je kijkt naar deze derde aflevering van de Pokémon Let's Go Eevee Nuzlocke Challenge. Mijn naam is Rick en vandaag gaan we lekker verder. En we gaan proberen om Brock te verslaan. Ik heb 17 Pokémon moeten vangen om mijn team op dit level te krijgen. In de vorige aflevering was mijn Eevee namelijk level 9. En met een level 9 Eevee zonder enige goede aanvallen ga je het gewoon niet redden tegen Brock. Ik heb alle Pokémon die ik heb gevangen ook gewoon verwijderd. Want die Pokémon mag ik niet gebruiken in dit avontuur. En omdat het hoogste level van een Pokémon van Brock level 12 is, heb ik ervoor gezorgd dat mijn sterkste Pokémon ook maximaal level 12 is. Dus mijn Eevee is level 12 en verder ben ik expres niet gegaan. Anders zou het weer misschien te makkelijk worden. En we willen niet dat het te makkelijk wordt, want de Nuzlocke Challenge moet moeilijk zijn. Als je deze serie voor het eerst kijkt, in een Nuzlocke Challenge zijn Pokémon die feinten, dus die eigenlijk kapot gaan, waar de HP 0 van is, die zijn dood. Die mag je niet nog een keer gebruiken. Mag niet. Want als een Pokémon dood is, ja, dan is hij gewoon dood. En de tweede grote regel van de Nuzlocke Challenge is dat je alleen de eerste Pokémon mag vangen die je op een route ziet. En terwijl ik deze gym inga, vertel ik je dat ik het soort heb aangepast naar dat je wel meerdere Pokémon mag vangen op een route om te levelen. Maar je mag alleen maar de eerste gebruiken in je team. En de rest moet je allemaal weer verwijderen naar de professor toesturen. En we gaan dus deze gym doen. En hier heb je dus wel een Grass-type Pokémon voor nodig. Of een Water-type Pokémon. En die hebben wij. Als wij die niet zouden hebben, zouden we deze gym niet mogen fixen. Dat zou gewoon niet mogen. Dat is verboden. Dus we laten onze Bellsprout zien. En we mogen door. En ik wil dit ook eigenlijk met mijn Bellsprout, met Spruitje, gaan fixen. Deze gym is voor Spruitje. Nu heb ik ook wel een Eevee en een Nidoran ondertussen met fighting type attacks. En die zijn ook super effectief tegen rock type Pokémon. Dus tegen steen Pokémon. Deze Geodude komt tegenover mijn Spruitje te staan. Mijn Bellsprout. En mijn Bellsprout kent gelukkig Vine Whip. Ja, ja. Daarmee gaat hij die Geodude sowieso verslaan. Dus dit is wel lekker dat we gewoon die Vine Whip kennen. Hoppakee, 35 XP erbij. En we hebben Amara verslagen. De moeilijkheidsgraad ligt dus niet in deze twee trainers die hiervoor staan, maar die liggen wel bij Brock. Als ik dus niet had getraind, als ik dus geen andere Pokémon had gevangen, dan was mijn Bellsprout level 5 of level 6 geweest. Hooguit level 7 als we aan Brock waren begonnen. Mijn Eevee zou dan hooguit level 9 zijn voordat we aan Brock zouden beginnen. En we zouden alleen normal type attacks kennen. Dat is compleet kansloos tegen Brock. Daar ga je het niet mee redden, dan is je Nuzlocke Challenge gelijk voorbij. We verslaan in ieder geval deze Geodude en dat is super duper chill. En Spruitje groeit naar level 11. Maar ik heb dus voor mezelf de regel ingebouwd dat mijn Pokémon die het hoogste level is, mag niet hoger zijn dan Pokémon van de gymleader. Dan het level van Pokémon van de gymleader. Sky, onze Pidgey wil Quick Attack leren. En dat gaan we natuurlijk doen in plaats van Tackle. Pidgey kunnen we helemaal niet gebruiken in deze battle. En ook, oh wacht eens even. Er staat in mijn overlay nog dat ik een Caterpie heb. Maar Caterpie is ondertussen geëvalueerd naar Metapod. Metapod! Maar goed, Metapod is ook compleet useless in deze gym battle. Dat gaat je niet lukken. Dat gaat je echt niet lukken. Yo, Brock, we zijn er weer, jongen. We zijn er weer. En inderdaad, Brock's Pokémon zijn allemaal van het steentype. Dus dit gaan we doen inderdaad met Spruitje. En ik hoop dat Spruitje het allemaal gaat fixen, jongens. Kom op, Spruitje. Met je Vine Whip. Brock's Pokémon zijn natuurlijk een stuk sterker dan die van zijn hulpjes. Hier hebben we Geodude. En Geodude is level 11. Tegen Spruitje. Kom op, Spruitje. Je kan het. Jij bent ook level 11. Doe een Vine Whip. Zijn we sneller? We zijn sowieso sneller dan Geodude. Oeh, bijna in één keer. Hij doet een tackle. Die doet, oké, die doet 7 HP damage. Dan gaan we nu in ieder geval Geodude fixen. Jongens, als Spruitje down gaat, is Spruitje dood, hè. Dan mogen we Spruitje nooit meer gebruiken. Dus ik hoop zo dat hij die Onix ook gaat verslaan. Ik hoop zo dat Onix niet met een of andere gekke aanval komt, waardoor Spruitje gewoon in één keer kapot is. Want dan moeten we afscheid nemen van Spruitje. En dat wil ik niet. Kijk hem dan. Ons kleine plantje tegen deze super grote Onix. Die doet een headbutt. Oké, dit overleven wij. Dit moet lukken, denk ik. Ja, dit moet lukken. Dit gaat ons lukken. We gaan onze eerste badge binnenslepen, jongens. Au, Rockthrow doet altijd pijn. 6 HP over. En een Vine Whip. En het is klaar met Onix. Gelukkig. Spruitje leeft nog met 6 HP. Ik word zo zenuwachtig van dit soort battles, jongens. Ah. Maar we hebben het gedaan.
Brock verslagen. Lekker door. We krijgen onze eerste badge, namelijk de Boulder Badge. Lekker gedaan, Eevee. Ook al heb je niks gedaan. Met de Boulder Badge gehoorzamen Pokémon tot level 20 mee. Zelfs als die van een andere trainer komen. Zelfs als dat we die geruild hebben. En we krijgen TM01, Headbutt van Brock. Dat is nice. Dankjewel, Brock. Dankjewel. En zo kunnen we door met onze Nuzlocke Challenge, jongens. Alright. Hey there, newbie. Oh ja, daar hebben we deze guy. You gotta be Rikachu. Yeah, man. Ik ben Rikachu. Klopt. Klopt helemaal. Dit is Blue. En hij zegt, ja, ik hoorde al dat jij deze kant op ging. Dat hoorde ik van mijn opa. En dat is de Pokémon professor. Dat is professor ook natuurlijk. En we krijgen gelijk 5 Great Balls. Ja, Blue is in deze game gewoon chill. Deze guy is gewoon relaxed. Dat is best wel nice eigenlijk. Oh, we moeten wel aardig blijven tegen professor ook, zegt Blue. Hey Blue, laters man. Dat was gezellig. Om je even te zien. Let's go. Gaan we snel naar Pokémon Center. Want we moeten Spruitje wel even healen, jongens. Nu komt er een weg voor ons met allemaal sterkere trainers. En ik ben super benieuwd of we dat een beetje goed kunnen gaan fixen, die weg eigenlijk. Laten we eerst even onze Pokémon healen, jongens. Spruitje, Eve, Sky, Purple, Pillar en Queen. Dat is ons team. Zo hebben we ons team genoemd. Want dat is eigenlijk ook een soort van regel in een Nuzlocke Challenge. Je moet alle Pokémon die je vangt, moet je ook een nickname geven. Puur om de band te verbeteren tussen jou en je Pokémon. En we mogen nu inderdaad wel verder van die guy, want we hebben inderdaad de badge te pakken. Ik durf niet tegen hem te vechten, man. Wacht. Ik dacht dat het gelijk moest. Gelukkig moet het nog niet. Ik weet niet wie ik moet inzetten. Ik ga gewoon met Eevee vechten. Dat lijkt me het veiligste of zo. Oké. Hoi Janice. Janice gooit er een Oddish uit. Dun, 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 dun. Kom op Eevee. Die Oddish is level 6. Dus dit moet eigenlijk wel lukken met mijn Eevee. Ja, dit gaat wel goed komen. Nog een keer Quick Attack Eevee. Yeah! En zo winnen we deze battle. Ik wil nu eigenlijk wel een afspraak met jullie maken. Ik ga alleen af en toe Pokémon trainen. Op het moment dat ik bij een gym aankom. Of misschien strakjes bij de Elite Four als we dat halen. Dat zijn van die punten, daar moet je even doorheen. Als je Pokémon te laag level zijn, ga je dat gewoon niet redden. Dus dat zijn eigenlijk de enige plekken dan waar we mijn Pokémon gaan trainen door meerdere Pokémon te vangen. Op dit soort plekken gaan wij geen Pokémon vangen om te trainen. Dat is de afspraak die ik met jullie wil maken. Want deze Nuzlocke moeten we wel zo moeilijk mogelijk maken, maar wel zo realistisch mogelijk. Er moet wel een kans zijn om het te halen, zeg maar. En als je dat niet zou doen, dan nogmaals, dan is die kans er gewoon niet dat je het gaat halen. So, let's go. Hier gaan wij niet trainen. Hier mogen wij weer maar 1 Pokémon vangen op deze route. En we moeten nu tegen een Spearow. De eerste Spearow die we zien in deze game. En die Spearow is inderdaad ook level 6. We doen weer een quick attack. Ja, met Eevee moet het allemaal wel lukken. Die Eevee is chill, man. Eevee is super chill om als eerste Pokémon te hebben. Tenzij je op een gegeven moment tegen Fighting-type Pokémon komt. Dan moet je echt op gaan passen. Alright, Eevee. Hieronder is volgens mij een stukje gras. Daar kunnen we weer nieuwe Pokémon gaan vangen. Maar eerst moeten we even battelen met deze trainster. Of trainer. Het is gewoon een trainer, toch? Het is geen trainster. Nee, het is inderdaad Victor. Yo, Victor. Gooi je een Nidoran eruit, maar dan het mannetje. Ja, die is ook stoer. Die is ook stoer. Ik vind Nidoking ook eigenlijk nog wel toffer dan Nidoqueen. Maar ik ben wel blij met mijn Nidoqueen in deze playthrough. Puur om het feit dat een Nidoqueen een hogere defense heeft dan een Nidoking. En het is altijd wel fijn om een beetje Pokémon met een hoge defense in je team te hebben als je een Nuzlocke Challenge wil gaan doen. Want dan zijn ze niet in één klap kapot. Daar ben ik bijvoorbeeld wel bang voor straks met Butterfree. Weet je? Butterfree is best wel een goede Pokémon, maar het kan ook gewoon in één keer klaar zijn met Butterfree. Spruitje groeit naar level 12 en die heeft Acid geleerd. Dat is lekker. Spruitje is wel een goede teammember. Terwijl ook Pillar groeit naar level 10. En jullie weten wat dat betekent, hè? We hadden het namelijk net over Butterfree. En hier komt hij aan. Butterfree. Yes. Metapod gaat evolueren naar onze vlinder. Kijk eens hoe mooi. Nou, super leuk. Butterfree is wel een hele goede Pokémon voor in het begin van je avontuur. Sowieso. Ja, ja, ja. Butterfree. Onze Bug en Flying type Pokémon. En die kan ook best wel vervelend zijn hoor. Met alle Poison type attacks. En dan gaan we even kijken welke Pokémon we hier als eerst tegenkomen. Het is een Spearow. Een Spearow. En die mogen we dus ook gaan gebruiken in ons avontuur. Want het is de eerste Pokémon die wij tegenkomen op deze route. Moeten we hem wel nog eerst even vangen. Want als wij hem niet vangen, dan is het pech. Dan hebben we ook gewoon geen Pokémon op deze route. Want je mag namelijk maar gewoon 1 Pokémon proberen te vangen per route. Dus als die wegloopt, is het jammer. Dan hebben we hier geen Pokémon gevangen. Maar we hebben Spearow gewoon te pakken, jongens. Spearow! Spearow is level 6.
krijgen 61 XP daarvoor. Eve, Queen en Purple gaan een leveltje omhoog. Maar Sky is al level 11. Dus ik stel eigenlijk voor dat we gewoon Pidgey in ons team houden in plaats van Sparrow. Oh, kijk eens. Nice. Queen wil Bite leren. Nou, dat wil ik wel. Dat is wel nice. Purple gaat nog niet echt heel erg hard met levelen. Die is ook pas level 10, dus dat gaat niet zo heel snel. Purple is wel de eerste Pokémon na Eevee die we hebben gevangen. Hier is Sparrow. En die moeten we eigenlijk gelijk even een nickname geven. Weet je, ik noem hem gewoon Snavel. Ik vind Sparrow ook helemaal niet zo'n hele leuke Pokémon. Dan vind ik zelf Pidgey gewoon leuker. Hey, heeft deze mevrouw nou een Jigglypuff? Klopt dat? Heb jij een Jigglypuff? Of ben ik nu gek geworden? Picnic en Robin. Hij heeft een Nidoran. Oké, ook goed. Ik denk dat we Nidoran beter kunnen verslaan dan Jigglypuff. Als ik heel eerlijk ben. Quick attack! Let's go, Eevee! Krijgen we een Tail Whip van Nidoran. En doen we nog een keer een quick attack. En dan is het ook wel weer klaar met Nidoran. Ja, dit gaat op zich wel lekker. 2 Great Balls, dankjewel. En tot de volgende keer, mevrouw. Hier ligt hier wat? Ja, zie je wel. Ik dacht al dat ik daar wat zag liggen. Een lure. Gaan we door. Hebben we hier nog een meneertje. I like my shorts. They're comfy to wear. Dit is echt een meme geworden, deze guy. Het is zo mooi. Youngster Ben. Die stuurt er even een Rattata uit. Ja, dit moet allemaal wel goed komen. Ik hoef denk ik niet heel erg bang te zijn voor Rattatas. Quick attack. Nee, dat bedoel ik. Dit gaat vrij soepel allemaal. Sky groeit ondertussen naar level 12. En hebben we Ben ook verslagen met zijn mooie Weedle shirt. Ik vind zijn shirt tof. Mag ik jouw shirt hebben? Ik vind die echt heel erg leuk. Hier hebben we een bug catcher. Zullen we dan even van Pokémon wisselen? Dan is het nu tijd voor Sky, jongens. Laten we nu even Pidgey vechten. Come on, Pidgey. Jij mag het gaan doen tegen Greg. Je krijgt te maken met een Kakuna. Kijk, daar is de Kakuna. Kakuna Matata. What a wonderful phrase. Kakuna Matata. De volgende zin weet ik niet. Oh, dit ging echt super makkelijk. Lekker. Ah, we zijn wel een beetje te sterk, hè? Dat is toch wel jammer eigenlijk. Het spannende stuk zal voornamelijk bij de gym battles plaatsvinden. Kijk, hier mogen we nu geen Pokémon vangen. Dus die Rattata. Ja, we hebben ook een Rattata, dus dat hoeft ook niet. Een Revive hebben we te pakken. En dan gaan we nu eens eventjes naar deze meneer toe. Oh, die is gewoon aan het chillen. En dan gaan we nu... Ja, kijk, we hebben hier wel die Ace Trainers, hè. Die zijn wel... Die zijn op zich wel problematisch allemaal, die Ace Trainers. Die zijn super sterk, maar eigenlijk moeten we dat gewoon doen, hè. We moeten deze aflevering wel even spannend afsluiten. Dus eigenlijk moeten we wel gaan battelen tegen die twee Ace Trainers. Dus ik ga nu even naar die Ace Trainer aan het begin. En dan gaan we toch die battle doen, jongens. Het moet een spannend einde worden, want het was ook een spannend begin van deze aflevering. Oké, let's go. Tegen deze Waarom zeg ik altijd Ace Trainers? Het zijn Coach Trainers, Rick. Het zijn Coach Trainers, geen Ace Trainers. Waarom zeg ik dat altijd? Oké, welke Pokémon heb je, Karim? Karim? Je hebt een Bulbasaur. Heb ik daar een goede counter tegen voor een Bulbasaur? Even nadenken. Ja, ik heb natuurlijk Pidgey. En ik heb ook nog Butterfree. En ik heb ook nog Nidoran. En volgens mij Bellsprout kent ook nog een Poison-type attack. Dus dat zou ook nog moeten kunnen. Krijgen we een Vine Whip op onze box? Ja, deze Bulbasaur gaan we wel fixen, man. Eevee, jij kan dit. Lekker bezig, Eevee. Hierna nog één klap. Dan krijgen we wel een Leech Seed op onze bakkers. Oh, die mist volgens mij de Leech Seed. En dan is het wel klaar. Lekker. Goed gedaan. Alright, Eevee. Super goed gedaan tegen deze Bulbasaur, man. Complimentjes. 70 XP. En dan hebben we Kareem verslagen. Super tof. Nou, dan krijgen we natuurlijk altijd wat van die Coach Trainers. En in dit geval krijgen we een Revive. Dus als Pokémon down is, dan mogen we een Revive gebruiken. Alleen, ja, daar hebben we dus helemaal niks aan in Nuzlocke Challenges. Want als een Pokémon down is, dan is die down. En dan mogen we hem nooit meer gebruiken in de game. Dus aan een Revive hebben we helemaal niks bij Nuzlocke. Dan stond hier ook nog een coach trainer. Die gaan we ook even battelen. Zo, Eevee heeft weer volle HP. Dan gaan we eens even kijken tegen wie we nu moeten. Let's go! Trainer Oberon. Coach trainer Oberon. Die stuurt er een Meowth uit. Een normal type Pokémon. Alright, dat vind ik helemaal prima. Dat moet wel lukken. Het is normal tegen normal. Maar ik heb een fighting type move. Ik heb namelijk double kick. En hij gebruikt PD. PD is op zich wel sterk meestal. Het doet nu niet zo heel veel damage. 7 HP. Maar double kick. Ja. Kijk, nice. Dit gaat lekker. Goed gedaan, Eevee. Je fixt het gewoon allemaal. Die Eevee is nice. Ik ben blij met mijn Eevee. Hoppakee. En nog een keer een double kick op zijn bakken. En dan is het klaar met Meowth. 74 XP erbij. En dan is het klaar met Oberon.
En dan krijgen we nu de TM-PD. En dat is op zich wel nice, want dan krijg je dus elke keer meer geld van. Als je battelt en je gebruikt deze move, dan krijg je meer geld aan het einde als je hebt gewonnen. Deze mevrouw zegt, oh, ik ben over een Geodude gevallen toen ik in die grot was. Ik ga nog eens even mijn Pokémon healen voordat we die grot ingaan. En dan selecteer ik nog even een Buddy-type Pokémon, want dat heb ik nog helemaal niet gedaan. Spruitje, wil jij even gezellig achter mij aanlopen? Ik bedoel, Bellsprout heeft ons wel die eerste badge bezorgd, hè jongens. Oh, kijk hem. Hij heeft haast, jongen. Hij wil voor me uitlopen, Bellsprout. Super nice. En dan ga ik deze aflevering van de Nuzlocke Challenge weer afsluiten. Ik hoop dat jullie dit tof vonden. Doe dat gewoon zeker even een blauw duimpje omhoog. Volg me op twitch.tv/Rickatu als je me live wil zien gamen. En drop even een follow op Instagram, Twitter of zo, weet ik veel. En dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!